Daar kom ik ook bij dat water. Ik kom eigenlijk bij dat hele water. Ja. Maar ja, we zitten hier. Ja, dat lijkt me super. Maar niet van hier? Ja, en bij ze waar je komt? Bij het Ogenal Park. Ja, dat zit daar achter. Ja. Ja, nou ja, hier heb je ook ergens dat bruggetje, hier bij de munt. Nou, dit stuk helemaal. Hier kan je ook ergens liggen, mag niet. Dat doen we altijd. Ja. Dan springen we er overheen en dan dat is super. Ja, je kan hier natuurlijk nog liggen. Ja, dat stukje. Ja, dat mag niet, hè? Nee, dat mag niet. Maar achter komt de politie. Ja, we doen ook altijd zo. Maar en het hoort erbij, denk ik. Het geeft echt vrij gevoel. Is er een verschil tussen het gevoel hier en het gevoel hier? Nee, bij het water zelf niet. Ik denk qua mens is heel anders. Ja. Maar dat is denk ik ook hoe je het zelf op je neemt. Weet je, ben je met hun bezig of ben je met jezelf bezig? Ja, ja. Het is dan wel, vind ik, een wereld van verschillende mensen. Ja, en wat is daar hiervan? Meer Hollands. Daar. Ja. Ja. Ik vind dit heel, ja, heel anders. Ja. Hoe zou je mensen eigenlijk van Kanalen Eiland daar naartoe kunnen krijgen? Dat ze misschien, zouden ze dat willen, denk je? Ik weet niet of ze daar zin in hebben. Nee. En wat zou dat zijn? Waarom ze geen zin hebben? Nou, druk, veel kinderen. Ik heb er 2, ben ik al kapot. Sommigen hebben er 6 of 10. En dan moet je die allemaal meenemen. Maar dan is het ook de afstand. Of de, ja, dat denk dat ik. Dat het ook wel ingewikkeld is om daar te komen. Ja, dat denk ik wel. Voor mij is het nu nog redelijk goed te doen. Ja. En ik hou gewoon heel erg van buiten. Ja. Ik ga er echt op uit met mijn kinderen. En dat vind ik gewoon fijn. Maar met het water op zich maak ik niet echt verschil. Ja, je merkt het aan de cultuur wat er komt. Hier, zoals hier heb je ergens zitten gewoon echte Hollandse mensen. Ja. Maar ik zeg wel weer heel eerlijk, ik heb hier meer aanspraak dan hier tussen. Want ik pas meer hier tussen. Ja. Ik doe niet veel aan mijn kleding en zo. Dus ik pas vind voor mijn gevoel hier beter tussen dan dat ik daar zit. Ja, en hier komt ook de hele stad, hè? Ja. En soms voel ik me daar wel als ik denk, oh, ik wil een beetje misschien netter. Snap je? Ja, maar als ik daar loop, denk ik, oh ja, Bianca, je bent niet in Kanaleiland. Dus dat vind ik hier weer fijn. Maakt niet uit. Kan meer jezelf zijn. Je mag jezelf zijn. Ja, en het kanaal zelf, of je nou hier bent of hier, is gewoon wereld. Ja. Het is gewoon heerlijk, het is gewoon fijn. Dat vind ik echt het kanaal. Ja, dan moeten we ook koesteren. Ja. Dat is alle. Ja. Eigenlijk zeg maar dat vrije gevoel, heb jij iets minder hier? Ja. Ja, wat meer naar kappers wil ik niet zeggen, maar het is wat andere gevonden. Het zou natuurlijk super mooi zijn als de cultuur op een of andere manier. Je kijkt het in. Je kan het niet helemaal nemen, nee. Maar een beetje nemen. Ja. Dus want Londen maken. Is op zich ook wel weer zoals hier, maar Ogenal. Ja, Ogenal vind ik echt. Ja, dat is ongeveer de hele middag. Dat is voor mij. Niveau. Ja, voor mij is het wel wat ouder. Dus niet erg hoor, Bianca, is niet erg. Hoort er gewoon bij. Even longen testen. Ja. Nee, dus ik heb wel. Ja, dit vind ik wel een wereld van verschil. Ja. Hoe zou je het dus toegankelijker maken? Zou je hier ook barbecueplekjes kunnen hebben? Ja, denk ik wel. Want maar, en het kan je hier ook op een veilige manier komen, hè? Is dan de vraag. Als je hier woont en je wilt daarheen, hoe doe je dat dan? Want hoe kom jij daar nu? Ja, via de rotonde. Via de fiets. Ja, zijn kinderen veilig op de fiets. Nou, eentje met mij, de andere met jou. Die is 9, maar het is heel erg op de plek te blijven. Want ze rijden als gekken. Ja. Dus dat is wel echt iets als moeder zijn waar je zelf. Kijk, als er ooit een route kan zijn, of een kabelbaan, ik zeg maar wat. Weet je, dat zal ook leuk zijn. Van de ene wijk naar de andere wijk. Ja, als je het niet kan doen. Ja, tof. Ja, als je dit alleen al. Ja, dan is het een keer fijner natuurlijk om er te komen. Ja. Ja, dus Arienne, eigenlijk wat je zegt is inderdaad toegankelijker maken, hè? Dat het wat veiliger wordt. Veilig. Op een veilige manier ergens kunnen komen. Ja. Dat is wat die mevrouw ook zegt. En een kabelbaan is helemaal te gek, hè? Ja. Gewoon voor die kabelbaan die je hebt met een skivakantie. Dat soort gondela-achtig. Ja.